Hallo, hallo, hallo. Net als bij de Teletubbies, voor de tweede keer kom je me tegen. Video. Maand maart. Maand horoscoop, astrologie, de transits. Maand maart gaat oprechtheid uit ons halen. Mensen die niet oprecht zijn, of dat jij soms nog op de dagen niet oprecht kan zijn door gedachten, denkwijzen of denken dat het makkelijk wordt. Dat wordt allemaal afgeschaft, net als een ijsschaaf. Want we gaan transits meemaken die je echt gaan helpen om heel dichtbij hier, daarachter te komen. Het is de maand van de vissen en de ram. Aha. Lente gaat beginnen binnenkort. Yes, alleen het is nu heel erg koud, zoals je het ziet, heel erg koud. Maar we zitten bijna in de lente. Maar deze maand zit heel veel instabiliteit in de lucht. Het hangt gewoon in de lucht. Goed eten, zei ik al in mijn vorige vlog. Goed eten, bonen, wezels. Heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en heel dicht bij jezelf te blijven. Dit is de maand van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is de maand 3. Ik heb het net ook al benoemd. Het is echt van het kind en creatie. Ga creëren, hobby's, vaardigheden, talenten, dat gaat jou echt helpen deze maand. De voorbereiding na 2022, want 2021 is alleen maar jezelf beter leren kennen, op de nieuwe aarde staan, de nieuwe regels accepteren, aannemen die je zelf ook hebt bedacht. De wereld is niet helemaal open, we hebben allerlei, je ziet het op het nieuws, mensen zijn in gesprekken, discussies met elkaar om het mooie te gaan uithalen hier op aarde. Jij doet het vast op jouw manier thuis of op je werk. Blijf oprecht, anders gaat Maartje daar wel naartoe brengen. Ja, zullen we dat afspreken? Relaties, dat is nog steeds de schaduw van de Mercurius, blijf het zeggen, tot 13 maart. Die gaat je een hele andere perspectief, of je gaat vanuit een hele andere standpunt naar mensen kijken. Je relatie thuis, of je vrienden, familie. Het kan ook zo zijn dat de maand maart je veel meer gaat brengen naar familieleden dan naar vrienden. Om dat allemaal opnieuw, want het heeft met het kind te maken, om terug naar de basis te gaan, om opnieuw te checken wat er mis is gegaan. Healingwerk, deskundige coaching, psychologen, doe er wat aan. Je moet acties ondernemen en gaan creëren, zodat je talenten en je waardigheden naar buiten kunnen komen. En vooral je hoofd, je geest rustig houden. Als je soms instabiel bent, het kan, maar keer terug. Ja? Twee stappen naar voren, eentje terug. En ik blijf het zeggen, we hebben een dramatisch dansje hier in de lucht. Go with the flow. Neem risico's. Hè? Blijf bij jezelf. En zeg nee waar je echt nee tegen moet zeggen. Daar heb ik het gezegd. Oké. 4 maart. Mars in tweelingen. Dit brengt, hè, die transitie. Ik denk dat we hem nu al voelen. Brengt discussies. Ook veel informatie. Heel veel dingen komen dan binnen. Uit de lucht of verboeken, weet ik veel. Waar je informatie zoekt, dat komt ook allemaal binnen. En meningsverschillingen. Of de mening van de anderen is heel duidelijk en die van jou is heel duidelijk. Hangt allemaal uit de lucht. Dat doet Mars met ons. En dan een dag daarna, 5 maart, gaat Mercurius conjunct met Jupiter in Waterman. Alleen maar om het te vertellen is al much. En de nieuwe maan. Het is een samenwerken en de nieuwe maan nog op de 13 maart in Vissen. Dus ik blijf zeggen, wees slim en behoud je afstand. Ja, want er is bepaalde negativiteit of negatieve mensen die nog op healing zijn, die je dan tegenkomt. Ik blijf zeggen, het kan familieleden, vrienden, werk. Dat kom je allemaal tegen en dat kan ook veel verwarring brengen voor jou of voor de anderen, omdat we in een vissenseizoen zitten. Dat je iets voelt als je ruimte binnenkomt. Daarom is het heel belangrijk, de 3 vragen. Is dit van mij? Heb ik dit eerder gevoeld? Ja. Oh ja, er zijn maar 2 vragen. En anders, en dan stuur je terug. Of eigenlijk neem je het niet aan. Dat is het beste. Als je een bepaalde negatieve energie binnen wil komen, zeg je gewoon, ik accepteer dit niet. Ik accepteer die energie niet. En dan neutraliseert het zich vanzelf. Geaard blijven wordt ook heel moeilijk deze maand. Wordt heel moeilijk. Dus constant mantra's, affirmeren. Geaard blijven, geaard
blijft. Dan moet je het soms even zeggen. En daarop wakker worden en gelijk al die afspraak maken. Joh, van ik wil geaard blijven. Of je kan artsengel Michael oproepen. Die kan je 12 uurtjes in een wit, goud, paars bol beschermen. Dus roep dat op met je hand op je hart voor je ego. Want dan zie je bij de andere vlog dat ik zeg van kijk uit dat de ego niet de stuur gaat overnemen in een maand 3. Het is heel gevaarlijk. Kijk uit, want dat zeg ik. Dan ga je dingen voelen doen die niet echt kloppen. Want het onderscheiden is de allerbelangrijkste in maand maart. 20 maart gaat de zon naar de ram. Lente. En ook de astrologische nieuwe jaar. Dan begint het helemaal opnieuw in een astrologie. En het is het begin van weten en geloven. Echt waar, dat is het. Het is vooral geloven en het weten. Weet dat je moet geloven, dat is het dan beter gezegd. Ja? En 28 maart hebben we een volle maan in weegschaal. Oude wonden kunnen opkomen. Dat zeg ik. Het is de maand 3. Die wil ons naar de oprechtheid. De 3 heiligen bij elkaar brengen. En dan komt eerst heel veel troep uit. Verdriet, duister, donker. Dat zeg ik. Meningsverschillen. Gesprekken. Heftige gesprekken. Reis naar je ziel. En dan weet je alle antwoorden. Vooral in maart 3. Maand 3. Ik heb allemaal al gezegd. Dus de acties die je kan doen is creëren. Ik doe mandala's inkleuren of het strijken, bijenwas. Doe het allemaal wat jou heel vrolijk en goed. Gewoon hobby's, oude hobby's. Soms is het touwtjes springen als een kindertijd. En naar het strand uitwaaien. Kijk uit hè, voor de mensen om je heen. Want het virus is nog steeds hier, hangt er in de lucht. En er gaan nog heel veel mensen van dood. Let op en hou ook rekening aan dat mensen allemaal vaccinaties nemen. Hun weerstand gaan omlaag. Dus mensen voelen zich niet lekker. En ik blijf het zeggen, wij zijn de wereld. Dus het is allemaal boven onze lucht, onze hoofd. Nou, de onderste kaart, want ik trek altijd kaarten voor alle tekens. In de maand horoscoop readings. Geloven, daar gaat heel maand maart over. Geloof in jezelf en geloof in dat wat je ziet vanuit je derde oog. De sterren helpen je wel. Maak je niet druk. De sterren, ga geloven in dat wat je ziet. Want anders kun je verder zijn in huis. En soms als je alleen iets, als je de enige bent die iets weet, voel je je alleen. Zoek gelijkstemmige mensen op. Praat erover. Heb je dat ooit ervaren? Hulpvragen is ook heel belangrijk in de maand maart. Doe dat echt. En wees heel oprecht. Echt. Waar. Echt jij. Goed? Vuurtekens. Maand maart. Brengt jou een doorbraak. Kijk eens de affirmatie hieronder. Zou ik jou de maand roepen om wat rustiger te blijven. Jij gaat een doorbraak meemaken of je hebt al meegemaakt. Of je bent, laat me zeggen, je bent op de drempel voor de doorbraak. En je voelt het ook misschien, daarom voelt het ook raar, onbekend. Want er komt een doorbraak. Iets waar je heel lang hebt op voorbereid of met jezelf hebt afgesproken. Iets wat je eigenlijk misschien jaren ermee bezig bent. Ineens word je wakker, daarom zeg ik die shift van het is weg. Of oké, nu is er, hè, nou voel je, heb je meer genoeg zelfvertrouwen om dat degene te doen. Hè? Vuurtekens, dat is dan de leeuw, de ram en de boogschutters. En ik blijf zeggen, ik blijf voelen, zomaar zeggen, ik voel bij deze dat je echt moet springen en gaan. Ik voel die kaart, die wil gewoon uit mijn hand vliegen. Ga, al voel je de angst, doe het toch, want dat is dan ook een doorbraak. Dat je ondanks de angst, hè, dat is een gedachte die dan zegt dat het niet goed komt, dat het niet perfect is, of dat is niet de juiste maand, of niet de juiste mensen. Dat zie je dan wel na die actie. Maar probeer het wel, want als jij springt, de enige wat je vindt is licht. Of je krijgt vleugels. Maar doe het echt, die doorbraak zit op je te wachten of je bent. Het is alleen maar die sprong, denk ik. Het is alleen maar die sprong. Mooi. Spring voor die doorbraak. Doe het toch. Ja, die voorbereiding dat je hele jaar of heel lang of heel de maand of deze week mee bezig bent geweest, brengt een doorbraak. Yes, affirmatie hier beneden. Luchttekens, communicatie. Tweelingen, watermannen en weegschalen. Communiceer alleen maar vanuit je hart, want anders horen mensen je niet. Helaas. En discreet lullen, zeg ik maar, dat doe je dan uit angst. Probeer dat uit elkaar te halen. Zeg gewoon echt hier zo van, joh, al komt het een beetje bot over de, hier is de maagd.
Hè? Dus vooral de tweeling. Hierheen, wij komen van Mercurius. Andere mensen hebben ook andere tekens in hun maan of in hun Venus. Maar vertel je waarheid alleen maar vanuit je hart. Zolang jij alleen maar heel rustig of de anderen niet wil pijnigen of rustig gaan wil vertellen, komt de boodschap niet binnen. Desnoods ga je even voelen in je hart en dan ga je de woorden gebruiken. Is heel belangrijk, luchttekens. Echt waar. Echt waar, anders gaat niemand luisteren. Anders ken je ook geen verbinding of communicatie. Ik weet niet, ze horen je niet. Het klinkt heel gek. Ze horen je niet. Ja, 3-1. Luchttekens, let op. Ik ben ook een luchtteken in mijn Venus, dus ik neem hem mee. Want ik zit meestal in mijn Venus. Hè. Ik reis meer in mijn Venus dan in mijn ascendant. Dus ik neem hem mee voor de doorbraak. En alleen maar vanuit mijn hart spreken. Of anders hou je even je mond dicht. Als je even dan dat niet kan zeggen, zeg dan geef me de tijd en dan vertel ik het je andere keer wanneer ik hier ben. Want vanuit mijn hoofd of keel brengt eigenlijk meer onrust of ik kan het niet goed vertalen. Dan doe je het ook voor de ander, hè? Let op, spreek alleen maar wanneer jij wilt en vanuit je hart. Ik heb het 100 keer herhaald. Yes? Oké, de aardetekens, dat vond ik heel leuk toen hij viel. We gaan op avontuur, steenbok, maagd en stier. Wij aardetekens hebben bepaalde afspraken met onszelf. We hebben bepaalde grenzen die we stellen. Nou, ik ga jullie vertellen, maand maart heeft geen zin. Ik zag het net en ik denk, oh jee. Dus je eigen afspraken die je hebt gemaakt, die moet je gaan laten vervagen. Je moet op avontuur, 11-11, toen ik zei, echt een portaal voor alle aardetekens. Je moet daar overheen. Je moet risico's nemen. Het gaat niet meer werken. Al die afspraken die zo netjes, keurig, binnen de lijn, nauwkeurig, uitstekend, werkt niet meer. Dus wij moeten nou een beetje op avontuur gaan om mijn kat dat hij doet als je buiten spelen. Zegt hij ook, ik ga op avontuur. En ik voel als jij dat loslaat, hè, die grenzen die je hebt gesteld en je gaat risico's nemen, dan staat er iets heel moois op de hoek op je te wachten. Ja, doordat je dan die grenzen daar hier zo blijft staan, kom je dat daar niet tegen. Dus laat dit even vervagen, zodat je verder kan reizen. En zodat je dat ook kan geloven voor heel het jaar, dat bepaalde grenzen die je stelt klopt, maar bepaalde acties die je onderneemt, dat het precies zo moet met dat, werkt niet meer. He, we zijn op een nieuwe aarde beland, hè? Aardetekens en moi. Ja, ga gewoon over je eigen grenzen en laat die afspraken los. Het werkt niet, echt niet, echt niet, echt niet. Ik moet zelf ook van, oh, ik moet op avontuur. Heerlijk, heerlijk. Vergeet die affirmatie hier beneden niet, oké, aardetekens? Ga op avontuur, dat is toch wel leuk. Op quest, op quest. Op quest, wordt een vijfkering. Ga op quest met een blote borst. Maak een grapje. Oké, de watertekens, de watertekens. De kreeft, de vis en de schorpioen. Kijk eens, je hebt spirituele macht. Maar je moet eerst calm down. Easy going. Ja, ga eerst in je kracht staan, want hè, misschien te veel emoties. Vooral misschien de vissen nu, hè, met dit, het is jouw seizoen. Super, super moeilijk, schorpioen. Ja, sorry, alle watertekens, ik wil wel verder. Nee, alle drie, dat voel ik. De vis en de schorpioen voelen heel veel nu. Maar jij moet echt in je spirituele, echt in je kracht gaan staan om je spirituele macht te ontmoeten. Want je weet het dan al. Onbewust weten jullie alles al. Dus je moet reizen naar je ziel om die acties te ondernemen, die emoties los te laten die zeker 40% niet van jullie is. Zeer zeker. Ja, jullie wonen samen of werken, reist met andere mensen. En laat die beperkingen los, watertekens. Misschien is dat omdat de wereld niet open gaat, mensen in hebben, eigen bedrijfszaak. Het wordt beter. Het wordt beter, maar dan moet je eerst in je kracht gaan staan voor de spirituele macht. En dan zie je uitwegen. Dan zie je deuren openen gaan. Ja, en dan kun je dan die stappen maken. Je affirmaties hieronder. En die beperking. Die moet je loslaten, want het lijkt alsof je dat zelf ook doet. Net als de aardetekens die dan ook bepaalde afspraken met jezelf maken. En dan eigenlijk doe je jezelf tekort. Dus watertekens hiermee doe je jezelf tekort als je gaat beperken. Ja, daar. Ja, coronavirus kan niet, mag niet. Er is een uitweg. Er is een uitweg. Je kan veilig nog dingen doen. Yes. Ja, jullie voelen nu het meest. Ik voel het echt aan de kaart van Jezus. Jullie voelen volgens mij alle sterren, alle mensen. Kijk dan onder de alles en dan zitten jullie ertussen. Maar je moet reizen naar je eigen kracht. Laat altijd anderen gaan. Voor nu kunnen jullie niet focussen op wat anderen aan je vertellen. Misschien een luisterend oor bieden is heel goed. Maar reinig jezelf meteen. Je huis uitroken.
vooral de watertekens. Probeer echt oprecht naar buiten te treden, maar vooral naar jezelf. Maak mooie, goede afspraken, geen illusies meer. We gaan naar de heilige, we zitten in de heilige getal, de drie, de vader, de zoon en de heilige geest. Gebruik het, gebruik het. En ik blijf het zeggen, aarde wordt moeilijk. Maar je kan toch nog dingetjes doen. De dagkaart was vandaag al vrede, rust, zoutbad, kaars branden. Om op te bloeien voor een frisse nieuwe start. Maar er is echt een nieuwe energie die ik nog niet kan vertalen. Misschien jullie, zet het dan hieronder. Want ik kan hem nog niet vertalen. Kijk, astrologisch is alle kanten op. Ik denk maar, En daarom zeg ik in mijn vorige reading, lijkt alsof mensen een shape-shifting hebben meegemaakt. Ik weet niet waarom. Mensen zijn compleet veranderd. Ik voel het in hun geest of in hun lichaam. Ik weet niet wat het is. Ik wil ook niet de fascinatie de schuld geven of iets. Maar misschien omdat het met het immuunsysteem. I don't know. Probeer mij even te helpen. Misschien kun je hieronder reacties geven. Weet dat ik altijd om de 2 weken reageer. Hè? Dus, want ik ben zo druk. Ik heb een baan hiernaast. Het is heel belangrijk om mensen dat te laten weten. De sterrenbeelden zijn onderweg. Mijn rooster is een beetje veranderd. Dus ik ben even de rust aan het zoeken om dat allemaal te gaan doen voor jullie. Maar het komt goed. Ja, lekker thuis. Behoud je afstand. Steek kaarsen aan. Het is de maand 3. Ja, discussies, meningen. En die volle maan. Die is van toen, voel je nog. En dan gaan we richting die nieuwe maan in vissen. Good luck. Let op jezelf. Oké, bye bye. Tot snel weer.